Niet-gevaccineerden vormen een probleem voor onze volksgezondheid. Zo sprak minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken over het niet toelaten van ongevaccineerden op haar ministerie. We weten dat vaccinatie de oplossing is. We hebben gezien wat er de afgelopen periode is gebeurd. Mensen die niet zijn gevaccineerd, die worden opgenomen. Vaak genoeg mensen die we verliezen, zijn mensen die niet gevaccineerd zijn. Dus iedereen gaat straks het beleid hebben, ook op mijn ministerie. Als mensen ervoor kiezen om niet te vaccineren, kies ik ervoor om u niet te ontvangen. Want ik ga mijn leven en van mijn gezin niet in gevaar brengen door ongevaccineerden naar mij toe te krijgen. Ook verduidelijkte de bewindsvrouw dat de regering na goede overweging besloten heeft de COVID-steun stop te zetten. Gezien de limiet al is overschreden en alle sectoren nu open zijn gesteld, kunnen mensen weer werken. Alle bedrijven zijn open. Dus mensen, wat gebeurde er? Mensen verdienden nou COVID-steun. Ze kregen COVID-steun. Plus ze verdienen hun dagelijks brood, want alle bedrijven zijn open. De mensen die werkloos zijn geworden door COVID, die vragen we weer te gaan solliciteren, zich aan te melden op onze vacaturebank. En dan kunnen we kijken waar we kunnen bemiddelen. Minister Reshma Kuldeep Singh sprak gisteren voor aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers bij het kabinet van de vicepresident.